Met Bureau Boeg help ik mensen die na een impactvolle situatie zich angstig of gestrest of onzeker voelen om die situatie te verwerken. Maar eigenlijk ook alle eerdere situaties die zij in hun leven hebben gehad waarbij ze dit gevoel ook hebben gehad. Want dat zijn vaak de triggers voor waarom het nu zo slecht met ze gaat. En daar help ik ze bij, onder andere met de matrixmethode. Voor mij is de matrixmethode echt een super snelle methode. Hartstikke effectief en makkelijk inzetbaar. Wat ik het leukste aan het werken met de matrixmethode vind, is dat de cliënt helemaal niet hoeft te vertellen wat er speelt. Die kan echt in zijn of haar hoofd duiken. Alle dingen die ze naar of vervelend vinden, hoeven ze helemaal niet met mij te delen. En ze bedenken allemaal hun eigen manier om dingen op te lossen. En eigenlijk vind ik het allerleukste is dat ze meteen direct effect ervaren. Dus meteen voelen ze verlichting en opluchting. Ik heb best wel moeten nadenken over wat mijn meest waardevolle matrixsessie is. Er zijn namelijk echt superveel sessies die echt heel waardevol zijn. Het hoofd opruimen of mensen die nare beelden hebben, daarmee de boel kunnen neutraliseren. Maar er is wel eentje die me is bijgebleven. En dat is namelijk een man die als kind een operatie moest aan zijn oren. En tijdens de operatie was de narcose aan het uitwerken. Dus hij begon langzaam wakker te worden. En dat gaf natuurlijk een extreem gevoel van onmacht, want hij kon nog niet zeggen: ik ben wakker en ik heb pijn, ik voel wat jullie doen en ik hoor jullie. Maar hij maakte het wel deels bewust mee. En die situatie heeft eigenlijk heel zijn leven, dus een man van in de 50, heel zijn leven beheerst, zich heel onzeker over gevoeld, heel angstig dat dingen zomaar hem kunnen overkomen. En na één sessie voelde hij meteen ja, dat het anders was. Dat hij de hele heftige emotie die er rondom die situatie zat, dat die weg was. En dat hij veel meer zich vanuit de volwassen rol naar kon kijken. En ook zichzelf zeg maar kon zien en helpen door dat moeilijke moment heen. En we hebben het dan nog, ik spreek hem nog wel eens regelmatig. En hij blijft maar zeggen dat het voor hem zo belangrijk is geweest dat hij die situatie verwerkt heeft. Want daardoor ja, ontstond er meer ruimte voor andere dingen. Dus ik denk dat dat mijn allermooiste ervaring met de matrixmethode is geweest. Ik ben het allermeest enthousiast over de matrixmethode, is dat je die op alle momenten kan inzetten. Dat kan in een sessie zijn, maar het kan ook gewoon als je met iemand op het terras zit en die vertelt een verhaal wat heel veel indruk heeft gemaakt, om meteen met een paar simpele vragen de lading van de situatie af te halen, zodat diegene niet meer, dat hij niet meer zo aanwezig is bij die persoon. En ja, dat vind ik heel waardevol, dat je een tool hebt die je altijd kan toepassen. Maakt niet uit waar je bent, hoe laat het is. Ja, je kunt het altijd doen. En ik denk dat dat het ja, het allergaafste vindt van de hele matrixmethode. Je hebt niks nodig om groot effect te bereiken.